Bewoners van het district Brokopondo moeten zeer trots zijn op zichzelf en hun woonplaats. Dat benadrukte president Desi Bouterse zaterdag tijdens de viering van 42 jaar onafhankelijkheid in het district. Het staatshoofd wees het publiek erop dat Brokopondo op verschillende manieren een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land. Behalve de grote hoeveelheden goud, meent Bouterse dat het opwekken van elektriciteit via de Afobakka-Stuwdam niet uit het oog verloren mag worden. We in Brokopondo, lek sernamang, maar lek smafu Brokopondo, om de trots op ons refi. Om de trots op ons refi, omdat Brokopondo, na wanden district, sa e zorgu akonderis olangakba. Na psa 50 jari, you e tja stroomga foto, e abra you ede, go tja ontwikkeling jisranang, en 35 jaar pas. Baka die Adam Kong, ten tijde van Masra Weidenbos, ten dorpu begin kisi stroom. Mek de fotomango tij mi lolo sani. Stas ouli e chaboon voor moniko na ina kas, want tide ala susa ishi, ala empi sa ishi, ala bruku sa ishi, ala truk sa ishi, ala biji wagi sa ishi, ala gon sa ishi, na yulek folek e paeng. En staas olie en lever van deel. Maar van boembige deel ik mopo uit Brokopondo. Bouterse legde ook de nadruk op het belang van samenwerken. Daarnaast vindt hij dat de gemeenschap van Brokopondo zich niet alleen op de goudwinning moet richten. Bouterse merkte op dat het district veel meer potentie heeft. Dus walamala nomlommeka Jerry Wang. Ik ga doa Jerry, maar bakanti. De prani saba, je prani bana, je prani pinda, je prani boulanche, je prani atroa, je prani sla, je prani komkombro, je prani tomati. Hier en nog, wajong man, de rapen no na 106, I live for 200, rek exigi, I am good. Matanga no, I am good what, one, ete duizend rek one day, ete duizend rek exi. Dat was daki. If one two young man pot de ede one two young man a young uma, who can lever 1000 rek exi ete one ala day gi I am good leja bakauku. Er is werk te doen. President Desi Bouterse afgelopen zaterdag tijdens de viering van 42 jaar residentie in Brokopondo. Het staatshoofd benadrukt dat dit district een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname.